Sporten met de modernste apparatuur. Bedrijfsfitness, personal training en groepslessen. Kom langs bij Sir Winston Fitness boven Grand Café de Halve Maan in Rijswijk. Freekick Sport, de specialist op het gebied van voetbal en hockey. Wij hebben de gezelligste winkel met de beste merken, deskundige mensen en een fantastisch assortiment. Kijk op onze Facebookpagina en webshop of kom langs op het De Savornin Lomanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Welkom bij Studio ADO vanuit het Cars Jeans Stadion. ADO Den Haag won de laatste wedstrijd van 2017. Overtuigend van PEC Zwolle met 4-0. Doelpuntenmakers waren Erik Valkenburg tweemaal en Björn Johnson. Na de wedstrijd was er natuurlijk weer de persconferentie met trainer Fons Groenendijk. Rob Blankenstein stelt de vragen. Fons, allereerst gefeliciteerd. Was dit een van de beste wedstrijden onder jouw leiding van dit ADO? Nou, dat denk ik niet. Ik moet wel zeggen dat er ook nog wel een paar belangrijke reddingen van Swinkels waren op moment 1-0 met Ondaan. En ook nog in de tweede helft van richting veranderd schot. Het is zeker niet zo dat we alles goed hebben gedaan vanavond. Maar ja, dan ben ik misschien toch nog weer iets te kritisch naar mijn ploeg. Maar dat zit er nou helemaal in. We willen graag beter ook. En het was zeker niet de beste wedstrijd. We hebben wel geprofiteerd van een dag bij Zwolle waarin gewoon veel tegen zat. En ik zeg al, dat gebeurde ons tegen Groningen en daar loop je wel eens tegenaan. En ja, dat hebben we goed gedaan. Waar was je het meest tevreden over? Ja, ik moet een heel groot compliment maken aan Beugelsdijk. Ik wist pas gisteren, eigenlijk wist ik pas vanmorgen toen hij me een appie stuurde van trainen, ik ga daar staan vanavond. Want ik wist gisteren nog niet of het kon. En als ik dan zie hoe hij dat gedaan heeft, ja, dan denk ik dat hij voor mij vandaag de absolute man van de wedstrijd was. Je begint met 3 gespeeld 0 punten, nu 18 gespeeld 26 punten. Dat zou je nooit in kunnen schatten, neem ik aan. Nee, zeker niet. Dit is boven verwachting. En ik zeg al, 10 maanden ADO, het is een geweldige afsluiter. En ik denk ook wel de afsluiter waar we recht op hebben, want in 10 maanden is veel gebeurd. Het was lang onzeker of Tom Beugelsdijk kon aantreden in de basis tegen PEC Zwolle. Hij was er en hij speelde een uitstekende wedstrijd. Rob Blankenstein sprak met hem na de wedstrijd. Tom Beugelsdijk, allereerst gefeliciteerd. Was dit de perfecte wedstrijd wat jou betreft? Ja, zeker weten. Dit is een fantastische wedstrijd. Je komt 2-0 voor tegen Zwolle. We hebben genoten, we hebben gevochten. Elke meter zijn we ervoor gegaan. Elk duel wilden we winnen en ja, dat is heerlijk. Ik zag ook weer de ouderwetse Tom Beugelsdijk. Ja, ik voelde me goed. Ik heb wat met dingetjes gespeeld, pijnstillers in mijn knie. Maar ik voelde me goed en ik heb mijn best gedaan. Jullie pakken een 2-0 voorsprong bij rust. Alleen de eerste 10 minuten, 12 minuten, toen was Zwolle even in de wedstrijd. Klopt, en ik vond nog dat we in de kaart nog speelden eigenlijk. Bij rust zeiden we tegen elkaar, vorige week stonden ze ook 2-0 voor. En het is gewoon een goede ploeg en die kunnen het zo ombuigen. We zeiden tegen elkaar, dat mag vandaag niet gebeuren. Van tevoren weet je dat PEC een goede ploeg heeft, wat wel meehelpt. Niet dat jullie die prestatie wil kleineren, is dat ze natuurlijk 4 man die normaal gesproken de basis missen. Ja, 100%. Ze missen twee hele goede voetballers. Zijn Mark valt op het laatste moment weer. Ja, en Mokhtar, dat zijn twee waar ik als speler van kan genieten. En dat is voor hun heel vervelend natuurlijk. Na de rust komen er nog 2 goals bij. Als jullie nog even gas hadden gegeven, denk ik, had 5-6-0 ook tot de mogelijkheden boord. Ja, dat had gekund, maar waarom risico nemen? We wilden die bal in de ploeg houden, het publiek ging lekker meedoen en dat was heerlijk. Dus dat is kicken. Dus, ik wilde die bal elke keer naar de goede kleur spelen. Ik zag ook dat je een keer de doelman de Boer wilde verrassen met een lop over hem heen. Ja, niemand wilde dat doen en ik zat maar tegen iedereen, schiet die bal nou een keer eroverheen. Maar ja, ik moet dat niet doen. Maar
Het is een droom van mij om, tenminste een droom, ik ga het ooit proberen om het een keertje wel te doen. 18 wedstrijden gespeeld, 26 punten, ongekend. Ja, dat is fantastisch. Dit is heerlijk, 7e plek nu. En dit is heerlijk, we gaan nu heerlijk de winst op in. Zelfs nog 1 punt meer als onder Van der Brom in 2010-2011. Oké, ja, ik dacht dat hetzelfde was, maar dat is hartstikke kicken natuurlijk. Ja, het zijn onwijs veel punten. Als je terugkijkt op die eerste seizoenshelft, je begint met 3 gespeeld, 0 punten. Maar had je niet kunnen denken aan dit resultaat na 18 wedstrijden? Nee, dit sowieso niet, maar ook niet als we daarvoor wat punten hadden gepakt, denk ik. Op dat moment waren we nog niet helemaal compleet, er moesten wat spelers bij. Nou, dat is later gekomen en we hebben gewoon daarna die punten gepakt. We hebben gewoon een onwijs goed team. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Het is gewoon een goede vriendengroep. Dat is gewoon heerlijk om hier te spelen. Wat je net aanhaalt, we gaan voor elkaar door het vuur. Is dat ook het grootste winstpunt en ook de sterkte van deze ploeg? Ja, dat is zeker de kracht. Ik bedoel, iedereen gaat goed met elkaar om. En ze zegt altijd, je hoeft niet goed met elkaar om te gaan als je met het veld goed met elkaar omgaat. Dat is ook zo, vind ik ook. Maar het is ook nog eens hier, gaan we ook goed met elkaar om. Dat is gewoon genieten. Iedereen accepteert als er wat gezegd tegen hem wordt. Ik heb ook wel eens anders meegemaakt. Dus, het is wel lekker hè, om zo onder de kerstboom zitten en oud en nieuw een paar vuurpijlen door de grond gooien. Ja, zeker. Dit is een heerlijk scenario. Heerlijk. Tot zover Tom Beugelsdijk. Op Langenstein sprak met nog een speler, Erik Valkenburg. Hij mocht starten vanuit de basis en hij maakte het waar. Hij scoorde 2 keer. Erik, wat een avond. Ja, super mooie avond. Voor iedereen die ADO een warm hart toedraagt, denk ik een super overwinning, 4-0. Van toch niet een verkeerde tegenstander. Ja, een hele mooie avond. En dan zelf 2 keer scoren. Zelf 2 keer scoren, ja. Alle lof naar mijn medespelers, want die eerste, dat is een super goede corner van Nasser. En die tweede, van Geraldo, hoef ik alleen maar binnen te lopen nog. Ja, dat is fijn als een team zo draait, als iedereen elkaar zo die goals ook gunt en elkaar niet over het hoofd ziet. Dat is gewoon super. En op dit moment lukt alles eventjes bij ons en dan krijg je dit soort uitslagen. Als je dan ziet hoeveel kansen je nog hebben laten liggen, met name in de eerste helft. Dat is makkelijk. Bij rust al 4-0 kunnen ze dan. Ja, dat zeg je goed. Maar ik denk dat we niet mogen klagen met een 4-0 tegen PEC. En dan het publiek lekker een feestje hebben voorgeschoteld tot nu. En ja, daar gaan we nu van genieten. 5 minuten voor rust, krijg je een kans. Ik denk die tikt die makkelijk binnenkant voet in het doel. Je bedoelt die voorzet van Schoon? Precies. Ja, die had ik gewoon in één keer op mijn slof moeten nemen. Maar ik twijfelde omdat ik dacht dat ik iemand in mijn rug had. Dus vandaar dat ik een korte voetbeweging wou maken. Terwijl ik hem gewoon lang uit keihard erin moet jassen. En dat doe ik niet. Dus dat was jammer, want dat was nog even link op 1-0 was dat. Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Hun hebben alleen de eerste 10, 12 minuten lieten ze wat zien, zeg maar. Ze begonnen ook met 3-5-2. Waren je verrast of niet? Of was dat van tevoren doorgenomen? Ja, nee, we waren niet verrast. We wisten precies wat ze gingen doen. En je zag natuurlijk dat Boer heel lang aan de bal bleef. Ja, zij hoopten dat wij van ons plan gingen afwijken. En dat deden we niet. En het is wel af en toe moeilijk om dan te blijven staan en gewoon je werk te blijven doen. Maar dat hebben we heel de wedstrijd gedaan. En je ziet van het begin tot het eind hebben we goed druk gezet. Zijn we bijna niet, behalve dan die ene fase in de eerste helft, na die goal, in de problemen geweest. Dus dat is echt een teamverdienste hoe we dat hebben opgelost. Na de rust wordt het snel 3-0, Jan, is die wedstrijd gelopen? Ja, klopt. Ik denk ook wel dat die 2-0 echt heel belangrijk was. Dat die viel, want er was net even een iets mindere fase. En dan de 3 en de 4-0, dan is het klaar. En dan begint het Haagse kwartiertje en is het één groot feest. En dan, super. 18 gespeeld, 26 punten. Dat had van tevoren niemand in kunnen schatten, denk ik. Nee, ja, inderdaad. Dus het is echt eventjes, helemaal super hier. We moeten gewoon lekker van de kerst gaan genieten. Lekker eventjes tot rust komen. En dan met een goed gevoel gaan we dan naar het tweede seizoen zelf toe. Wat is wat jou betreft het meest positieve van die 18 wedstrijden? Dat je ziet dat we een ontzettend goede groep zijn. Inclusief staf en supporters. Maar dat je ook ziet hoe blij de wissels zijn als we scoren. De jongens die erin komen, die eventjes er niet in staan. Er wordt gewoon leuk met elkaar omgaan. Het is een ontzettend leuke groep. En ik vind dat het allerbelangrijkste eigenlijk. En vandaar dat we ook met z'n allen hiervan genieten. En tot zover Studio ADO. Nu breekt even een rustige periode aan. En ADO Den Haag gaat weer op trainingskamp begin januari. De ploeg gaat naar Belek in Turkije. Haaglander voetbal gaat er even uit en we zijn er natuurlijk weer in het nieuwe jaar. Hartelijk dank voor uw aandacht.